Een hele goede middag allemaal. Het is Koningsdag en wij hebben besloten dat we gaan barbecuen, want het is fantastisch weer. En daarvoor krijgen wij 4 gasten. We blijven natuurlijk op gepaste afstand. Dat kan bij ons, we hebben het achter best ruim. Gelukkig. En ik ga geen boodschappen doen, ik ga ook geen zak kopen. Ik haal gewoon mijn hele koelkast leeg. En dan kijk ik wat ik daarvan kan maken. En dat laat ik jullie zien. En dat worden 2 salades. En dan moet je gewoon een beetje bij elkaar passen. Waarvan je denkt, nou, dat past wel bij elkaar. Niet alleen qua kleur, maar ook qua structuur en smaak. Dus ik hoop dat je hier een paar ideetjes op doet. Wat heb ik allemaal in mijn koelkast gevonden? Ondertussen staan de eieren op. Die koken nu. Geheim is het niet. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar wat wij altijd doen, op koud water, in koud water opzetten. Als het kookt, 4 minuten. En dan is het geel net hard. En de cameraman en ik zijn het over weinig eens, maar daarover wel. Echt niet. Dat vinden wij wel lekker. Echt niet? Echt wel. Smartie, wat had ik verder nog? 4 lenteuitjes. 3 roodlofjes, een halve komkommer, een halve bak rucola, een klein stukje geitenkaas met fenugreek, zoetzure radijsjes, verse radijsjes, een half bakje pijnboompitten, die heb ik al geroosterd, granaatappelpitjes, een restje couscous van de week en een halve krop ijsbergsla. Ik had nog een blikje artisjokken, heb ik eigenlijk altijd wel in huis. Een paar cherry tomaatjes. En er staan spekjes op. Een half bakje spekjes had ik ook. Eieren koken en het is... Ik zie dan nog een komkommer. Ja, die heb ik... Ik had ook nog een hele komkommer, die heb ik aan stukjes gesneden. Voor wie dat fijn vindt. Spekjes zijn goed. Dus die zet je uit. Op 34 koken de eieren. Dus op 38 moeten ze eruit. Nou, het is natuurlijk nogal voor de hand liggend dat die lof met die couscous gaat combineren, vind ik. Ik vind het altijd leuk om het zo te doen. Dat staat zo feestelijk en dat kan ook heel lekker zo. Een zonnetje maak je ervan. Ja, en dan zo'n witlofschuitje kan je heel lekker zo een beetje salade opdoen en dan in je mond steken. Dat eet ook heel leuk en lekker. Dit kan natuurlijk ook met gewone witlof. Deze is heel mooi, maar in smaak niet zo heel veel verschillend. Nou, en dan snij je de rest klein. En hierbij doen we dan de rucola. En dan ga ik met die ijsbergsla een beetje de Hollandse kant op. Vooral voor Sophie natuurlijk. Want die houdt niet van al die gekke kinderen. Altijd een beetje klein. Ik vind van die lange draden in je mond niet zo lekker. Nou, dit is zelfs gewoon te veel. Als ik dit er allemaal op doe dan. Overheerst het. Nu de couscous. Het ziet er misschien een beetje framed uit, maar het beste is dat je dat een beetje met je handen doet. A la Jamie. Ja, anders dan is het niet goed bij elkaar. Zo. Dat kan er straks nog bovenop. Pitjes. Nog zo'n mooi kleurtje erbij. Ah, mooi hè, dat zag ik dus al voor me. Ik dacht dat is echt leuk. En die kaas, die vind ik er ook heel goed bij passen. En ik heb een dressing gemaakt, zoals ik wel vaker dressing maak. Ik denk dat ik dat ook al een keer uitgelegd heb aan jullie. Olie, azijn,
kruiden, Provençaals, Italiaans, maakt niet uit, gedroogde kruiden, mosterd, honing, zout en peper. En de verhouding moet je gewoon zelf even proberen. 1 op 3 doen sommigen, andere 1 op 4. Je moet gewoon in een potje doen. Schudden. Proeven. Een beetje te zuur en een beetje te zout zou die moeten zijn. Dat is lekker. Pijnboompietjes, die vind ik hier ook bij passen. En de zoetzuur radijs. Nou. Al is het maar voor de kleur, hè. Hier zit ook nog een beetje zoetzure venkel doorheen. Alleen maar goed. Dit is lekker, jongen. Hier niet, want ze gaat het overdrijven. Allemaal grijs. Klein beetje groen. Nou, wat vindt u ervan? Tja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik gooi er een beetje peper overheen. Het ziet er niet uit. Het is 38, ondertussen. Dus, even gaan. Water. Mooi, hè? Nou, en de dressing doe ik er nog niet over natuurlijk. Oh, wacht, de artisjokarten. Pas hier natuurlijk ook veel beter bij dan bij de Hollandse salade. Oh, kijk dan toch eens. Tja. Dat is toch een plaatje. En weet je wat ik daarbij altijd doe? Nou. Een beetje van die lekkere balsamico. En als je nou alleen maar goedkope balsamico hebt, dan doe je dat ook. Maar dan doe je een beetje honing erbij, anders wordt het te zuur. Maar deze, dit is net stroop. Dit is zo lekker. Kijk dan toch eens. Ongelooflijk. Mooi, hè? Ja. Nou, dat is één. Het is dat ik net gegeten heb, anders zou ik zeggen ik hap erin. Straks. Hier is een dingetje verdwenen. Nou, deze gaan we in de koeling doen. Dressing kan er op het laatste moment overheen. En dan maken we die andere. Numero duo. Numero duo. Hollandse salade. Nou, moet je kijken hoeveel er nog afkomt van een halve krop ijsbergsla. Buitenste bladeren waren een beetje slap en harde witte stronken. Ja, daar houden we niet van. Daar houden we niet van, dus die haal ik er ook altijd af. Een halve komkommer heb ik in dunne plakjes. Doe je dat nou op een pizzabord? Pizzabord, ja, ik vind het zo leuk bord. Oh. Met die rode ringetjes, als je dan tomaten gebruikt, dan staat dat heel leuk. Ga maar opletten. En het is mooi groot. Dus ook hier nog geen dressing overheen, want anders is alles slappe hap vanavond. Ja, daar houden we ook niet van. Nee, daar houden we ook niet van. Radijsjes. Verse. Heb ik in vieren gesneden. Dat gaat er allemaal niet op, Asjoe. Jawel. Willen? Ja, maar jou weet ik niet. Moet er ook een beetje. Nee. Ik weet het. Moet er ook een beetje genereus uitzien. Ja, dat snap ik. Maar je moet het er ook naar afpakken. De eerste beste die zijn spul erin zet, die... Moet je gewoon het bord dichtbij houden. En als de dressing er overheen gaat, dan zakt ja, dat is in. Waar. Dan kleeft het een beetje. Want dat doet de dressing nou in één keer. Tomaat. Tomaat. Een beetje leuk verdelen. Ik vind het altijd een soort van schilderen met voedsel. Ja. Salades maken. Ik vind het echt heel leuk. Ja. En je ziet maar. Jij schildert anders dan ik. Ja, precies. En je hebt meer in huis dan je denkt. Je denkt, oh, ik heb niks in huis, maar ik moet boodschappen doen en dan doe ik dat dan op Koningsdag. Ja, hoeft dus helemaal niet. De eieren doe ik in tweeën. Ik heb 6 eieren gekocht, dus in principe voor ieder 1 ei. Oftewel 2 halve. Kijk, zo is die dan gekookt. Dat vind ik echt super. Ja. Als je dan precies nog een beetje het zachte van het geel ziet.
Ik denk dat het zachte het ei van het geel van het ei bindt, zei iemand. Als de mensen dachten dat ze iets bijzonders waren, zeg maar. Ja. Oom Fred, hè? Oom Fred, zei dat, ja. Oom Fred, ja, dat wordt moeilijk, je leeft niet meer. Maar als je zulke dingen kunt zeggen, mensen zeggen jarenlang nog dat je dat gezegd hebt, ja, dan heb je niet voor niets geleefd. Nou ja, als dat je legacy is. Ja, wel goed hoor. Oh, oké. Je legacy. Nou, dan de spekkies. Dat is de Finishing Touch. Moet ik even uitletten. Lekken. Anders is het vet. Oh, ik ben een beetje shaky vandaag. Kijk, nou toch eens wat een feest. Totaal anders weer. Maar ook heel lekker. Mm. Ik heb zelf mayonaise gemaakt. Zeker, zeker. Dat vind ik ook leuk om te doen. Dat heb ik waarschijnlijk ook al een keer voorgedaan aan jullie. Echt niet moeilijk. Ik doe ongeveer 5 eetlepels mayonaise. En dan slap ik het af met citroen. Sap. Als je dat nou niet in huis hebt, kun je ook azijn nemen. Maar het moet iets zuurder zijn dan alleen mayonaise. Dat is gewoon lekkerder. En deze heb ik gerast gehad voor een hele lekkere koek te maken. Oh ja, die moet ik nog een keer laten zien. Hè. Ja, die laat ik ook nog eens zien. Maar lekker. Niet. Nou, en dit is dan ietsje dunner wordt dat, kijk. En dat is prima voor op een salade, maar nogmaals, dat gaan we er straks op doen. Hier doe ik nog een beetje peper op. Vooral op de eieren. En een beetje zout, ook vooral op de eieren. En dan is die klaar. Nou, ik vind deze ook leuk. En met hoeveel mensen moeten we hiervan eten? 6. En van die andere? Ja. En dan hebben we nog vlees? Ja. Poe, en brood? Ja. En ijs na? Nee. Oh, wel koek, taart. Koek. Wat verdikkie. Mooi? Ja, prachtig. Nou jongens, 2 salades. Je maakt altijd veel. Easy peasy, ja, ik maak altijd te veel. Maar dat geeft niet, want dat eten wij morgen allemaal erop. Ja, dat is waar. Good to go. Heerlijk. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan. Je kunt die dingen natuurlijk ook gewoon zelf kopen. En misschien, dat hoor ik ook wel van mensen, dat ze alleen kijken, dat vinden ze leuk. Maar dat ze het nooit zelf maken, vind ik ook prima. Zo is dat. Leven en laten leven. Zo is het, leven en laten leven. Graag tot de volgende keer. That'll be tomorrow, want dan is recept nummer 3 van het oorlogskoken. Nee, dat is niet meer tomorrow. Het is vandaag maandag. Ja, maar dat komt er voor hun. Komt dit de dinsdag op? Oh, oké. Okay. Woensdag. Ja, mevrouw. Ja, hè? Ja, hoor, mijn vrouw weer gelijk. Ja, sorry. Dag allemaal. Doeg.